Er komen belangrijke wetten in het kader van de hervorming van de mijnbouwsector. Het voorwerk wordt momenteel gedaan door deskundigen van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en overige actoren. In dat kader had de leiding van het ministerie op woensdag 5 februari een bijeenkomst met relevante actoren. Daarbij vond er een presentatie plaats met betrekking tot de wijziging van de mijnbouwwet en de wet instelling Delfstoffeninstituut. Nou, het gaat om de meeting waarbij we de commissies, althans de groepen die we hebben aangetrokken als consultant, om te helpen met het formuleren van de wet voor instellen Delfstoffeninstituut. En ook wel een juridische basis voor wat we noemen olie- en goudsector. En een andere groep die bezig is met het herzienen van onze mijnbouwwet. En het maken van een standaard mineral agreement. Met die twee groepen samen met de vaste commissie van DNA hebben we een meeting gehad. Nou, is heel belangrijk omdat je, whether you like it or not, dat is waar we onze grootste inkomsten vandaan halen. We kunnen nog niet praten van een mijnbouwland, omdat we een aantal randvoorwaarden missen. Maar zeker wel als grootverdiener uit de mijnbouwsector zijn we afhankelijk van die sector. En dat is een van de sectoren die toch wel nog niet zo goed geregeld is. Ondanks het feit dat we veel verdienen. Vandaar dat je ook ziet hoeveel uitspattingen we hebben in de organisatie. We hebben meevallers met grote bedrijven die uit zichzelf of vanwege internationale wet- en regelgeving voldoen aan regels. Maar het is zo goed als je duidelijkheid hebt welk beleid in welke richting we gaan en waaraan bedrijven en partijen moeten voldoen wanneer ze komen investeren en werken in die mijnbouwsector. Nou, belangrijk is dat we met elkaar zitten over het belang van de nieuwe mijnbouwwet. Eigenlijk de aanpassing daarvan, nadat we ook in DNA op verschillende momenten de discussie hebben gehad, dat we weten dat Suriname in feite nog bijzonder afhankelijk is van de mijnbouwsector. We hebben de afgelopen periode in DNA toch wel een aantal momenten gehad van discussiëren over nieuwe mijnbouwagreements, zij het met IAMGO, zij het met Newmont, recentelijk nog met Suralco. En steeds bij die discussie komt aan de orde het belang van een mijnbouwer dat aansluit bij de behoeften van vandaag, met de behoefte van een mijnbouwindustrie zoals dat internationaal gestandaardiseerd is, maar ook bij het belang van een mineraleninstituut. Nu wordt in de huidige discussie gesproken over een Delfstoffeninstituut, welke we ook in diezelfde discussie hebben meegekregen. Ik weet nog, bij de verantwoordelijkheid die ik kreeg en overnam als voorzitter van de commissie NH enige tijd geleden, was dat ook een van de eerste dingen die we in dat verband met elkaar hebben besproken. Suriname als land, kijk, we willen wel diversificeren, maar we zijn vooralsnog een mijnbouwland waar onze economie bijzonder van afhankelijk is. Goud, olie, alle mijnbouwindustrieën en mijnbouwactiviteiten die we ontplooien. Als wij daar zo'n belangrijke afhankelijkheid van hebben, moeten we dat beter gaan managen. Moeten we meer halen uit de sector? We krijgen wel behoorlijk wat. Maar als we het goed managen, we zitten als structuur op boom, dan weten we dat we meer kunnen halen, ons milieu beter kunnen beschermen, met belastingen ook veel meer aan het eind van de maand wat kunnen gaan verdienen. En ervoor zorgen dat we de goede van de kwade of de minder goede zaken binnen de industrie kunnen scheiden. Dat is waar we nu mee bezig zijn en ik reken erop dat we met deze discussie een belangrijke stap zetten, volgende stap zetten om te komen tot die mijnbouwwet en in feite de wet om te komen tot een Delfstoffeninstituut. U zegt het eigenlijk al, maar die hervorming gaat met wetgeving gepaard. Absoluut. Maar we merken een time squeeze, gelet op de verkiezingen. Is dat haalbaar? Nou, ik zei dat ook in de inleiding, waar de minister mij aansprak als vicevoorzitter. Kijk naar u en ik hoop dat de wet inderdaad zo snel als mogelijk wordt afgewikkeld. Die discussie en dat gesprek hebben we inderdaad eerder gevoerd. Ik zei, natuurlijk zitten we tegen een time squeeze, maar het is van belang dat de wetten die we nog door willen krijgen in deze periode, dat ze zo snel als mogelijk naar DNA komen. De voortvarendheid die we daar hebben is een van een zo groot mogelijke efficiëntie. Natuurlijk willen we meer en beter, maar als je vergelijkt van waar we komen, denk ik dat het parlement heeft bewezen, toch wel op een efficiënte manier met die openbare commissievergaderingen, met in feite de staf die behoorlijk goed ondersteunend is, dat we een aantal wetten door kunnen krijgen. Dus hoe eerder het naar het parlement komt, hoe groter de kans dat het erdoor komt. En ik zeg, het streven is
in deze periode om dat door te krijgen, maar ook kijken aan tegen de feitelijke zeg maar, einde van deze periode. De officiële is in juni, wanneer het nieuwe parlement wordt ingesteld, wordt beëdigd, maar de feitelijke is maart, wanneer we gaan naar het verkiezingsreces. Reguleren van die sector betekent dat je inzicht hebt over wat gebeurt in je land. Je hebt inzicht over de grondstoffen in de grond, want je gaat ook research doen, faciliteren binnen het Delftstoffen Instituut. Je weet zeker dat het een stukje transparant is. Je weet wat onderzoekers kunnen langskomen, lokaal, buitenlanders. Maar zeker ook het aantrekken van investeerders. Met het aantrekken van investeerders heb je ook meer spelers in die sector. Heb je ook meer kans voor succes onderzoeken, exploratieprogramma. Die kunnen bijdragen straks aan inkomsten. Uiteindelijk aan het eind van de hele keten betekent verruimen van inkomsten voor de staat Suriname. Ja.